Assalamu alaikum mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag en deze woensdag, we zijn weer lekker drukjes bezig mensen. Nou, ik ben nu onderweg richting mijn scooter. Dus denk van, jouw scooter, hoezo ga je daar naartoe? Waarom is jouw scooter niet gewoon bij jouw huis? Voor de mensen die een beetje de vlogs keken, ik heb ook een scooter. Ik noem hem het bakbeest, omdat het toch wel een aardig snelle scootertje is. Alleen die is al een tijdje kapot. En die is kapot gemaakt door onder andere broeder van andere moeder. Maar goed, nu hebben we iemand die dat kan fixen. Alleen moet ik even die sleuteltje bij die scooter neerzetten. Zodat diegene hem kan ophalen zo meteen. Dus dat ga ik nu doen. Daarna ga ik richting mijn neef Issy. Dat weet je toch. Ik ga richting hem. Hij gaat met me mee vandaag. Naar Amsterdam. In Amsterdam heb ik afgesproken met een aantal hele toffe gasten om daar hele toffe video's mee op te nemen en ik word nu gebeld door Issy, dat weet je toch? Ja, neef? Ja, ik ben thuis gewoon. Wat zei je? Ja, ik ben thuis gewoon. Ja toch, zelf is goed. Ik moet even je sleuteltje zetten daar zo bij mijn scooter en dan rijd ik gelijk door naar jou. Zelf is goed. Over een kwartiertje ongeveer ben ik bij jou, ja? Zelf. Hallo, hoi. Dus ja mensen, dat is mijn dag. Het wordt vandaag een hele drukke en vooral zware dag. Ik was ook vergeten dat Joes mag het weten ook vandaag online zou moeten komen. Ik zeg zou moeten, aangezien ik nog niet de video heb gekregen, zeg maar. Meestal krijg ik de video aangeleverd, zodat ik hem kan uploaden. Maar ja, dat is dus niet gebeurd. En nu heb ik wel gewoon mijn laptop meegenomen. Alleen weet ik niet of ze het wel op tijd gaan sturen naar mij. Dus als ze het op tijd sturen, dan staat hij online. En ja, anders de volgende dag of iets. Maar ja, ik hou jullie sowieso op de hoogte. In ieder geval, laat de dag maar beginnen. En ik zeg... En we zijn weer op de beruchte hoefkade. Ik heb het sleuteltje afgeleverd. Nu sta ik hier voor Issy te wachten. Volgende. En ik zie dat ze hier rechts van mij hebben ze weer een schoolfeestje of zoiets. Ik zie springkussens. Leuk. Doet me weer denken aan mijn eigen jeugddingen. Oeh, Issy. Dat weet je toch? We zijn in Amsterdam-Noord, mensen. De mannen zijn gestoord, dat zeg ik altijd als we in Noord zijn. Maar we zijn nu hier, man, in Amsterdam-Noord. Het is lekker weer. Heerlijk. Heerlijk weer. En hoe gaat de Ramadan tot nu toe? Gaat goed. Ja? Gaat heel goed. Mooi zo, mooi zo. En ik hoop dat het ook allemaal goed met jullie gaat. Inshallah. Inshallah gaat het ook goed met jullie. Laat even weten in de reacties. Yes, mensen, we zijn nu op het kantoor. Kijk, hier al die mensen achter mij zijn allemaal heel serieus aan het werk. Serieus tussen hele grote aanhalingstekens. Nee, hierachter is dit een redactie? Ja. Een soort van de redactie van voetbalprimeur.nl. Dat is hier, maar nu zijn wij in een hele toffe kamer. En kijk eens, je hebt hier een heleboel je hebt kunstgras. Je hebt hier hele grote tv's. Je hebt hier PlayStation. Je hebt zelfs een Xbox daar staan. Je hebt hier een hele lelijke toeschouwer. En je hebt hier natuurlijk Koen. Joes. Koning FIFA. That's me. Ik had het net met hem erover van, is het niet zo dat echt letterlijk iedereen hem wilt uitdagen? Ja, dat is niet normaal. Elke dag, hè? Elke dag. Zoals jullie allemaal elke dag berichten naar hem sturen. Wanneer mag ik bij je langskomen? Elke dag mensen mij berichten van wanneer kan ik tegen je spelen. Tjonge, jonge. En hij heeft me uitgenodigd om hier, tenminste dat was via Fischo. Via die gasten van JN Does, die straatvoetballer weer via zo. Is hij vorige week geweest? Die was vorige week. Ja, hij zei tegen mij, hij zei dat je me wel even hebt... Ja, je hield je zelfs een beetje in. Met FIFA, ja. Hij was niet zo goed. Nee? Hij was een hele aardige gast, maar hij was niet zo goed in FIFA. James, man. Hé, hey, dat kan niet, man. Sorry, James. Maar... Het is de waarheid. Hij kan het beter bij panna's houden, weet je wel. Oh, maar goed, oké. Nu heeft hij mij uitgedaagd om een beetje te gaan FIFA'en. Ik noem het even FIFA'en, ik weet niet FIFA'en. Maar goed, toevallig heb ik de afgelopen dagen... Heb ik een beetje FIFA gespeeld, maar niet online. Ik heb meer gewoon carrière gespeeld. Dat ken je vast wel. Dan begin je bij Barcelona en dan na twee wedstrijden zit je ergens in de tweede league van Ierland. Dat heb ik dus. Dan zit ik ergens in Bohemian City. Joes, ja. Ben je goed? Hey, ik zeg je eerlijk, ik heb gisteren nog verloren van een jongen van 11. Hoe dan? Maar ja, weet je wat het is? Ik liet hem ook een beetje winnen. Maar ik ga er niet te veel op in. Nee. Weet je, ik wil niet opscheppen of overdrijven. Moeten we iets regelen dat jij een beter team krijgt dan ik? Nee, maar jij moet gewoon kiezen wie jij wilt. Nee, speelde ik met AZ, hè, en hij met Barça of zo. Wow! Nee, ik heb heel vaak tegen hem gespeeld. Wij onderling zijn heel erg gelijk
in die zin. Ja, wie koos ik altijd? Barcelona. Nee. Ik koos geen Barcelona. Op FIFA 15, hè? Je hebt meteen waarom FIFA zo leuk is. Ja, precies. Ik dat hij beter is. Ik zei heel eerlijk van, we zijn een beetje gelijk, maar dan zegt hij weer. Ja. Ik maak hem gewoon kapot. Nee, we hebben vlogbeelden. We hebben vlogbeelden daarvan. Ik ook. Nee, jij kiest altijd, weet je nog, jij kiest altijd PSG en ik kies altijd Bayern München. PSG, tuurlijk, waarom niet? Of Real Madrid? Ja, of Real. Jongen. Hij fixt het gewoon even, ik zei tegen hem, ik ben Xbox boy. En hij fixt gewoon even een Xbox. Ik speel altijd PS4 met mensen als ik het tegen ze speel. En ja. Nu lijkt het erop dat gewoon de opname wat de apparatuur het gewoon doet. Ja. Opnemen, hij is nu aan het opnemen. Oh, dit is wel hard. Ja? Dus lekker. Dat excuusje kun je ook niet meer geven. Ja, precies. Die had ik gisteren gebruikt. Maar goed, willen jullie deze video nou zien? Ik zal een linkje plaatsen in de beschrijving. Precies. Kunnen jullie allemaal Konings FIFA's kanaal checken, abonneren. Dus en dan, het wordt een ander kanaaltje. Koning FIFA, dat wordt Koen Weiland. Dus, ja, kan hoor. Dat komt wel goed. Komt wel goed. Maar hey, je hebt een broek in je gat. Nou, beter gaat die broek in de broek in. Oeh, over ik niet bij Ricky. Kijk! Karim Rikik! Hij is er! Naar binnen. Kom! Daar komt hij hoor! Kijk hem! Bassie! Heerlijk, ik ging Amsterdam? Nee. Nooit meer? Nee, nooit. De camera draait, man. We wachten op jou! Sorry, ik zeg. Deze gast komt even 45 minuten later even binnenwandelen. En Bassie? Eigenlijk. Ik heb hem wel laten zweten, mensen. Ah, ik schreef van die Bas, jongen. Ik heb het warm in de kozen. Zo heet bent, maar Bassie. Die Bas loopt al hele tijd aan zo'n lijns te gooien, jongen. Nee. Maar hey, ik heb het je wel even warm gemaakt, toch? Het was, niet zeggen wat het is. Daarvoor moeten ze naar jouw kanaal. Het is dat ik een beetje shirt aan heb, maar anders zag je zulke grote vlekken. Hey Bas, nu ben jij aan de beurt, hè? Ja. Ik heb geen stress. Je hebt geen stress? Maar ik heb al gehoord dat je een keer pakjes hebt gekregen. Kijk mee, maakt mij niks uit. Hier hebben ze toch altijd primeurtjes, dus... Je wordt heel fout, hè? Inshallah. Met Gods wil is dat, toch? Juist. Hé, maar deze Bas is gelijk spiritueel. Gelijk in de Ramadan sfeer en alles, hè? Omdat ik het wel eens hoor, weet je wel. Dan zegt ze, ik ben blij dat ik met jou ben. Inshallah. Ja, dat vind ik mooi. Hij tikt altijd die 16 in, jongen. Dan moet je toch scheidsziek van. Hij schiet nooit een keer vast. Ja, de hele tijd stiekem filmen, hij. Zodra hij hier nog voor staat, dan gaat hij weer wegtikken. Hij heeft een afstand schot in één keer. Goed jongens, ik wil jullie even allemaal heel erg bedanken. Namens Bassie, namens mezelf en natuurlijk vooral namens Joes, dat jullie deze vlog hebben gekeken. Ik zeg tegen alle habibis. Habibis? Alle baby's. Wat ga je lachen? Weet je? Habibis. Alle habibis. Alle. Wat was vriend ook alweer? Zahbis. Oh ja, alle zahbis. Eén dingetje zeggen. Dankjewel en. Tala. Hey! Dit is gewoon de kofferbak van Bas, mensen. Kijk eens. Vol met ballen. Hé, hey, gesigneerd. Weet je van welke club? Van wie? Ik weet niet of. Dit is toch tricky misschien? Waarom? Van Fenerbahçe. Ja, dus? Oh, nee, misschien tegen het gevoel. Ik weet niet of je Ik ben toch geen Turk? Oh, ja, nee, maar... Bassie. Misschien heb je wel Turkse kijkers, kan, hè? Kan, nee. Maar hé, die zijn van jou, hè, die? Wat? Die? Ja. Die? Maar hé. Ik heb wel stiekem nog een... Waar zijn die? Kom, laat ze zien voor de vlog. Laat ze zien. Maar je had ook de Evo Speed. En de vliegtuig gestoord nu in dit prachtige moment. Wat is dit allemaal? Maar hey, wat is dit, man? We gingen een voetbalvideo opnemen. Dus ik denk, hey, bij deze. Deze voor jou. Meen je dat? Stiekem wist hij wel. Hey. Gewoon een tata die gewoon dingen geeft. Ja, jongen. Jus mag het weten, ik kan gewoon verwijderd worden. Kijk, ik ben misschien wel tata, maar ik ben wel op mijn gunnings, weet je. Dus, dat zien we echt, man. Kijk eens. Zo. Dus, sowieso even, ik moet Puma ook even bedanken. Sowieso, Puma, dankjewel, man. Je zijn ook niet de gierigste. Nee. Zelfs de presentatiebox, als je deze had besteld, had je deze box niet eens gekregen. Serieus? Dus, ja, presentatiebox van Puma, dus hey. Ik ga hier gekke schoten mee zetten. Hey, Puma, dankjewel. Love voor Puma. Evo Speed. En love naar Bas, man. Deze ga je zien op de EK trouwens, hè. Serieus? Puma spelen met deze. Maar ik heb hem eerder toch. Ken je Griezmann? Ja, hè? Die speelt ook op deze. Jongen, wat is Griezmann, joh? Laat mij daar spelen. Bassie, we zijn klaar. Ja, man. We hebben Mehmet opgenomen. We hebben iets voor jou ook opgenomen. Ja. Daar kom je wel uit, toch? Jawel. Ja, toch?
Nou, je hebt een paar, ik heb er wel een paar balletjes tussen gezien hoor, Bassie. Ja, waarvan ik denk van, hé, hey, dit is Bassie. Ah, joh. Maar er komt nog een paar twee. Deze man is gewoon heel, heel kritisch op zichzelf. Maar hij schoot er een paar ballen in, wel dacht ik van, wee joh. Wee joh. Maar hé, hey, ik had ook wel een paar hoor. Ik zeg hem eerlijk. Joes, je hebt techniek. Ik heb wel een beetje techniek, hè? Ja, jawel. Oké, okay. Je hebt kracht, techniek. Dat is toch wel handig als je wil schieten. Ja, daarom. Dus kun je allemaal checken, man. Ja, maar hé, hey, we hebben wel echt Hayek. Hayek veel ballen achter die hekken in het water en zo geschopt. Dus die moeten we even bij elkaar gaan verzamelen. Ik heb expres daarvoor deze Marokkaanse jurk aangetrokken. Zodat ik niet word gestoken door al die brandnetels. Dus ik ga net als Bear Grylls. Ga ik op pad. Dave is er ook. Bas moest me even herinneren wie deze gast ook weer is. Dames en heren. Dit is een zanger, een echte volkszanger. Ik krijg nou de kleren. Ik krijg nou de kleren. Maar waar kunnen de mensen jou van kennen? Ik heb meegedaan aan The Voice. En ik heb Siske Drat gespeeld, joh. Siske Drat, jongens. Echte Amsterdamse zanger. Echte Amsterdammer, ja. Hé, hey, maar ik heb gehoord dat ze je kunnen volgen op Insta. Klopt dat? Klopt. Ja. Dave Dekker, laag streepje. Hier. Dave Dekker. Jullie kunnen het allemaal vinden. En Bas is hier. En die lelijke... Dit ziet, dat weet je dan. Maar we gaan even zoeken, man. Even die ballen zoeken. Maar ik ga echt, denk ik, gewoon vanaf het begin daar ga ik gewoon langslopen. En dan ga ik gewoon zoeken naar die ballen. Er zijn echt veel ballen daarachter. En we kunnen het Bas kijken. Ik zie daar al één bal. Daar in de verte is één bal. Maar ik ga gewoon hier beginnen, man. Bas, het is allemaal voor jou, man. Hou op, man, Bas. Even goed kijken. Ja, kijk, daar ligt al eentje in het water. En daar zie ik al eentje liggen. Kijk. Kijk, daar is één bal. Daar is één bal. En. Daar is één bal. Hé, hey, eentje in het water, hè. Ik moet even stok zoeken, maar hij ligt best wel ver. Statief? Kan ook. Oh, hier is eentje. Er was hier ook een gele ergens. Ja? Ja, die gele. Nou, we hebben er nog wel twee hier liggen, man. Ga er even in voor de grap. Wil je echt juist? Juist. Gaat fout. Voetbalpakken gaat fout. Zo die Turkse manier. Bijna. Ja, ja. Nu door, nu door. Nee, joh. Gewoon aaien. Dat ligt een pak, man. Ja, 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 ja. Komt ie. In de klem, in de klem. Hé, hey, grote pissebed! What the? Hé, hey, die moeten we terugzien op replay, man. Gaat letterlijk fout. Hé, hey, wie komt mijn handje vasthouden? Ja. Ja, ja. Hou mijn handje vast. Laat me een beetje dik. Maar weet je waar die andere is dan? Die andere is meer die kant, man. Maar heb je wel gezien? Ja, ja. Er ligt het water. Oh, niet gezien. Maar we schoten één bal in het begin gelijk daar, toch? Oké, moet jij ook even daar het veld in gaan? Hallo, ja. Mensen. Zoals jullie hebben gezien, we hebben lekker gevoetbald. Die stinker staat daar zo. Inzoomen. Kijken of het lukt. Andere kant. Zo is hij. Heel verdachtig. Vind ik niet kunnen. We gaan zo terug. En het was leuk. Bas, bedankt voor de leuke tijd. Weet je toch? Ik ben niet thuis, ik ben bij Smaan thuis, huis van mijn neef. En we gaan hier vandaag het vaste verbreken, iftar doen. Nee, ik ga hier gewoon zitten. Nee, ik doe aan die tafel daar, is beter zitten, of niet eten? Ik zit gewoon hier hoor. Ik zeg gewoon hier, kijk eens. Ja mensen, we hebben beetje bij beetje, iedereen heeft beetje meegenomen. We gaan lekker eten mensen. Oh! Yes, alhamdulillah, we hebben lekker gegeten. Toch smel? Heel lekker gereden. Hey, wie is die laag bij je? Niet van jou. Maar... Deze heb ik van mijn vader gekregen, waar heb jij het over? Kijk, dus gewoon die chique laag bij je. Gezien, die van jou is helemaal verrot. Dit heb ik van opa gekregen. Deze niet.
Deze heb ik al 4 jaar. Deze top is veel beter dan die van jou. Opa houdt meer van jou dan van mij. Sowieso, ga naar zijn huis, kijk meer foto's van mij zijn dan die van jou. Holla, die van mij zijn daar meest. Ben een lieveling, ben een lieveling. Toch opa, oma houden van jullie. Nee, ze houden van ons meer. Nee. I woke up in the middag feeling like doodoo. Ja mensen, ik heb hoofdpijn, heel veel hoofdpijn. Wat ik nog wilde zeggen. Ik werd gisteren gebeld voor een interview door het AD, AD.nl. Over zeg maar het treingebeuren van die Willem gast die op een trein sprong, et cetera. Ik heb daar mijn mening over gegeven en wat ik daarvan vind. Artikel van het AD zal ik wel linken in de beschrijving als ik dat niet vergeet. Ja mensen, ik wil jullie gewoon bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze vlog nou leuk, doe dan even blauwe duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk ook niet om hieronder reactie achter te laten. En vergeet natuurlijk ook niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een... Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, laytaka dawman qareeb.